zijn hier in Arsen met Ruud Dubbelt. Ruud is voorzitter van het onafhankelijke ruimtelijke kwaliteitsteam. Ruud, wat is er bijzonder aan deze plek in het Limburgse Maasdal? Ja, we staan hier op een tijdelijke dijk. Die is aangelegd begin jaren 90 tijdens de grote overstromingen. En feitelijk ligt het in het rivierbed, deze dijk. En dat is anders dan in het westen en het midden van het land. Wat staat hier te gebeuren? Ja, deze tijdelijke dijken die zijn niet sterk genoeg om de waterbescherming te bieden. Dat betekent dat ze of vernieuwd of verhoogd moeten worden. Maar het zou ook kunnen dat je de dijk gaat terugleggen, zodat je eigenlijk weer de ruimte aan het rivierbed geeft, zoals het oorspronkelijk altijd was. Wat zijn hier dan de kansen en uitdagingen? Enerzijds kan er ruimte weer teruggegeven worden aan de rivier. Anderzijds, het is geen leeg gebied zoals je ziet. En kunnen we ook zorgen dat de kwaliteiten ten aanzien van natuur, recreatie en de bedrijvigheid behouden en versterkt worden. Ik loop hier naar de brouwerij Hertog Jan in Arsen. Hier wordt speciaal bier gebrouwen en tegelijkertijd is het een enorme publiekstrekker. Ik ontmoet hier Gerard van den Broek. Hij is de meesterbrouwer. De brouwerij ligt midden in het plangebied. Wat betekent dat voor Hertog Jan? Ik ben zeer blij dat de brouwerij beschermd wordt voor de toekomst, voor het water. En ik hoop ook dat de achterdeur gewoon open blijft, zodat we logistiek onze goederen kunnen vervoeren. Dus wat zou Hertog Jan graag willen? Ja, dat de minister natuurlijk een wijs besluit neemt, zodat wij als bedrijf in de toekomst verder kunnen. Ik ga op bezoek bij Mart van der A. Hij woont in Wel aan de Maas. En ik tref hem bij een coupure. Ik heb begrepen dat deze kering fors verhoogd moet worden. Ja, dat klopt. En dat betekent dat dit prachtige uitzicht gaat verdwijnen. Wat ik zou willen is dat we meer gebruik maken van de natuurlijke omgeving. Hierachter hebben we de mogelijkheid om de Groene Rivier te ontsluiten. En dat besluit zou eigenlijk snel genomen moeten worden. We zijn hier bij René Giesen. Al meerdere generaties woont de familie hier aan de Maas in Houtblerik. Afgelopen jaren zijn er al vele plannen hier gemaakt. Ook nu zijn er weer plannen. Wat betekenen deze plannen voor jou? Nou, dat we natte voeten zouden krijgen als ze het dijk weg gaan halen. We hebben jaren geleden de gronden afgestaan voor dijken te realiseren, ook een dijk te krijgen hier. En nu zou die weggehaald worden en dat is niet volgens afspraak. Ook wij zouden droge voeten blijven houden. Dat is gewoon frustrerend, ik zoiets. Wat zou je willen? Dat er eindelijk duidelijkheid komt, dat de dijk verhoogd wordt en dat ze gewoon zorgen dat het buitendijks wordt opgelost. We lopen op het erf van Fruitboerderij. Een familiebedrijf die al meer dan 150 jaar fruit teelt vanwege de vruchtbare grond hier vlakbij de Maas. Ik heb me laten vertellen dat een groot deel van de kersen op echte Limburgse vlaai hier vandaan komt. Hier ontmoet ik de jongste generatie Geurts, de zussen Andrea en Suzanne. Hallo Suzanne en Andrea. Hallo. Hallo. Hoe is het hier om hier te werken op deze mooie plek? Nou, voor ons is het heel bijzonder. Dit is de plek waar onze roots liggen, hier aan de Maas. En het is ook gewoon een plek waarin we veel kunnen vanwege de ligging, zowel voor fruit als voor recreatie. Dan nu de plannen, die brengen veel onzekerheid met zich mee. Wat betekent dat voor jou? Ja, voor ons als jonge ondernemers is dat eigenlijk het ergste wat kan gebeuren. We zouden graag drie dingen willen. Een snelle besluitvorming, de dijk op deze plek verhoogd, zodat we beschermd blijven en ontwikkelruimte voor de toekomst. We zijn er in het gebied tussen Torn en Wessum. Naast mij loopt de voorzitter van de dorpsraad, Jos Thijssen. Jos heeft me naar dit gebied meegenomen om te laten zien welke risico's er bij de plannen zijn. Jos, vertel. Als dit unieke landschap onder water komt te staan bij retentie, kan het kwelwater alleen nog maar in Wessum omhoog. Wat betekent dat? Kwelwater tot boven het maaiveld, ondergelopen huizen, schade aan de woningen. En dus? Voor de mensen in Wessum geen retentiebek. Alsjeblieft snel besluiten, want we willen van die onzekerheid af.